op het moment in mij opkomt. Ik begin altijd met een licht, omdat wij zijn zoekers naar het licht met een hoofdletter L. Allemaal, of wij zouden dat moeten zijn. En vanuit dat licht, zal ik maar zeggen, ontstaat de rest. Ik ben gek op het tekenen van mensen, vooral vrouwen. Ik ben nu bezig aan een tekening waar een olifant in staat. Olifant die jij niet zal zien als een olifant, maar ik kan u verzekeren, het is er wel een. Hij heeft een kroon op, hij heeft maar één oog. En ik ga nu een vogel daarbij tekenen. Dan zal je zeggen, wat doet die vogel daarbij? Dat weet ik ook niet, maar ik wil graag een vogel tekenen. Het is feitelijk surrealisme, want u kent geen olifant die eruit ziet zoals ik hem teken. Ik ben helemaal autodidact. Ik heb mijzelf alles moeten leren. Ik weet wel dat ik authentiek ben, dat ik echt ben, dat ik teken wat ik zelf wel wil. Maar of het goed is, daar kan ik u geen antwoord op geven. Dat moeten de aandachtige kijker maar beslissen. Dat is feitelijk een innerlijke drang die zo groot wordt dat je bijna niet meer anders kan. Ik ben daar bijna elke dag mee bezig. Ik heb langs mijn bed een papiertje liggen. Mocht ik 's nachts wakker worden en een goed idee krijgen of een mooie zin zou dromen, dan schrijf ik hem op. Dat doe ik al jaren en daar is dikwijls al een mooie tekening uitgekomen. Of een mooi stukje muziek. Piano is mijn grote liefde, om het zo maar te zeggen. Ik ben begonnen piano te spelen toen ik 4, 5 jaar was. Naar aanleiding van een film die ik zag met mijn moeder, Een handvol Poolse aarde, en dat ging over het leven van Chopin. En toevallig, omdat ik thuis een piano had, speelde ik als klein jongetje een klein melodietje waar mensen zeiden, tja, dat lijkt mij van Chopin te zijn, wat ik zelf niet realiseerde. En achteraf, om mijn hele lijdensweg te vertellen, heb ik 8 leraren en leraressen piano versleten die zich dood ergerden omdat ik meestal kon spelen wat ik de week daarna zou moeten hebben kunnen spelen na uren studeren. En die hebben gezegd van, jongen, houd er maar mee op, met u is geen kant uit te gaan. Dus ik ben zelf beginnen te spelen en ik moet heel eerlijk toegeven, ik heb er echt niets voor moeten doen. Ik kon het gewoon en ik probeer het nu nog te doen en het nog te kunnen. Dat is voor mij met een piano. Zonder oog was ik niks, hè? Ik ben al muzen, zei je dan. Nou ja, als ik geen vrouw had, dan hoefde je niet te komen vandaag. Dat had geen zin. Is ze jouw muze? Zij is mijn muze, ja. Het liefste wat ik zou hebben is mijn tekeningen laten zien aan het grote publiek, om te laten zien vooral dat ik zowel in mijn muziek als in mijn tekeningen kinderlijk blijf, maar ook echt ben. En ik houd van mensen die echt zijn, die geen verhaaltjes vertellen om heel interessant over te komen. Ik heb liever dat de mensen zeggen dat ik eerlijk ben, oprecht en echt, dat is het enige wat ik moet hebben. Als dat zo is, dan heb ik mijn taak volbracht hier op deze wereld.